binnen 90 minuten zullen we weten hoe en wat de stand onderin is gewijzigd. Tussen Excelsior en PEC Zwolle, nummer 10, nummer 12 van de competitie. Hier voor het eerst PEC Zwolle komt aan de rechterkant. Mag Zuidberg het gaan uitvechten met Van Gogh. Zuidberg op de lat en de rebound. Hier staat de goal. En daar is de doelpuntendroogte van PEC Zwolle voorbij. 525 minuten hebben ze erop moeten wachten. Een treffer, maar Sterre Kroeze maakt daar nu een einde aan. Binnen een minuut komt PEC Zwolle hier op voorsprong in Rotterdam. Martina Excelsior dan meteen met een tegenaanval. Dat ziet er ook al aardig gevaarlijk uit. Maar Tijink voorkomt een snelle tegentreffer. Aantrekkelijker krijg je het niet in de eerste anderhalve minuut. Groenewegen, kappen draaien. Hendricks. Hendricks vindt een gaatje. En dat is niet eens zo heel erg gek. Goed geschoten. Maar net te scherp aangesneden door Hendricks. Zij opnieuw dus gevaarlijk. Groenewegen. Hendricks. Zelf met de bal aan de haal. Hendricks. Links, rechts naar Martina. Martina. Genoeg gevaar, maar net te veel hoogte voor deze linksbuiten van Excelsior. Brevel. Elouzi wijst, daar gaat de bal ook naartoe. Elouzi, en dit is een behoorlijke kans. Maar komt niet lekker in haar passen uit. Goeie voorzet van Brevel, precies tussen de verdedigers van PEC ingegeven. Maar dan krijgt ze haar voet niet goed achter die bal om hem daadwerkelijk tussen de palen te sturen. Ja, de mutsen die mogen echt wel weer uit de kast. De lange nazomer waar we van hebben mogen genieten is toch echt wel voorbij. Zuidberg doet het gewoon met korte mouwen. En nu ook weer heel verdienstelijk. Zuidberg strak voorgegeven en daar is de tweede voor PEC. Vlag gaat niet omhoog en dus blijft hij staan. En dat betekent dat Sophie van Vught de tweede van PEC binnenschiet. Weer een hoofdrol voor Zoë Zuidberg. Achter de laatste lijn gebleven en goed doorgelopen door Van Vught. Die die voorzet op waardeschat alles eruit haalt wat ze in zich heeft. 2-0 PEC. PEC blijft geduldig rondspelen. Ziet dat beloond worden, want veel spelers van Excelsior moeten nu terug. Huizinga, Van Vught. Van Vught nu richting de 16. Medespeelsters erbij. Bruin gaat de bal op de hand, gaat door. En inderdaad, een penalty toegekend aan PEC Zwolle. Westerink, de ongelukkige. Net zoals vorige week tegen Telstar. Toen leidden ze de tegentreffer van Telstar in. Nu veroorzaakt ze een penalty. Huizinga achter de bal tegen Van der Klooster. En het is de derde voor PEC en de tweede voor Huizinga. PEC beleeft een eerste helft om van te dromen. Buikema. Goeie aanname van Huizinga. Koes beweegt richting de 16. Hetzelfde geldt voor Van Vught. Van Huizinga moet eerst wachten wat ze zelf met die bal gaat doen. Ziet hier Dijsselhoff komen. Vrije schietkans, rand van de 16. Maar net over het doel van Van der Klooster om zo de vierde uiteindelijk toch in rook te zien opgaan voor PEC. Linkerarm in de lucht van Kroesen. Dan laten we zien wat daarmee gaat gebeuren. Namelijk een behoorlijke kopkans voor Rutgers als gevolg. Julian Baas, die kennen ze hier natuurlijk nog goed. Tegenwoordig actief bij Sparta. Ongetwijfeld op bezoek vanwege de aanwezigheid van zijn vriendin Yara Helderman. Groenewegen. Met een gelukje bij Elouzi. Nou, vrij voor de keeper. Tijink opnieuw. Wat een redding van Inge Tijink. Die daarmee hoogstpersoonlijk haar ploeg op de been houdt. Letterlijk en figuurlijk. Poging nummer 2. Groenewegen van richting veranderd. En Buikema ziet dat maar net goed aflopen. Zo gaat het snel als met meer geluk dan wijsheid die bal bij Elouzi terechtkomt. Maar van dichtbij moet een spits dit toch afmaken. Bruim sluit aan. Zuidberg doet het natuurlijk zelf. Want dat lukt vaker deze wedstrijd. En wat heet, daar komt bijna de vierde op de paal van Vught.
Zuidberg misschien dan zelf tegen de Wit aan en weggewerkt Westerink. Dicht bij de vierde. Naar de voorzet van Zuidberg. Het voetje van Vught. Maar tergend langzaam op het aluminium uit elkaar. Zuidberg geen buitenspel, want Mollink heft dat op achter in de verdediging. En dus is hier de rechtsbuiten van Peck. Prachtig gedaan, Zuidberg door haar man heen. En dan bij de tweede paal van Vught niet. Weg is de laatste plaats voor Peck Zwolle. Zij klimmen nu met een totaal van 4 punten naar plek 9. En voor Excelsior, dat toch verdienstelijk tot nu toe de competitie doorkwam met 3 gelijke spelen, resteert de 11e plek in de competitie. Want zij zien Peck Zwolle over zich heen klimmen. En dat betekent Excelsior dus op plek 11. Peck Zwolle naar plek 9. Maar nog beter. De eerste overwinning van het seizoen is een feit voor de ploeg van Jim Brinkhoff.